Hallo meisjes, ik heb nieuws over de rechtsbackpositie. Niks, helemaal niks. Noppes, nadels, niks. Want we hebben al ons geld uitgegeven aan één talentje en aan scouts. Die scouts moeten het dan wel voor ons doen. Maar laat ik even die trainingsdagen passeren. Want dat gaat heel irritant worden als we in video's zitten. Natuurlijk. Ik simuleer één dag ver. Ik simuleer één dag. Eén. Ik wil nog zeggen, we hebben nog een middenvelder. Die natuurlijk gewoon lekker kunnen. Hup. Misschien zijn er vrije spelers op de verdedigingspositie. Nou, die lijkt me sterk dat hij naar ons wil komen. We hebben Sillens en al. Maar als tweede keeper zou het helemaal niet verkeerd zijn. Kijk, deze is 73. Maar ik. Nee. Kijk, je hebt hier natuurlijk allemaal vrije spelers. Dries. Toch kan die zijn. Nou ja. Oei, deze kan 76 zijn, dus die gaan we wel gewoon even op het lijstje zetten. Verder is er niet zoveel, misschien rechtsachter. Dat zou ik ook altijd super leuk vinden. Nee, brr. Misschien zijn er wel wat middenvelders, want middenvelders, ja, er zijn er altijd best wel redelijk veel van. En deze is 80 gereden, maar die is al 31 jaar. Die 26, dus die kan nog wat doorgroeien. Ik weet wel dat er een Rice. Andres Rice. Dat is hem niet. Nee, die is Mexicaans. Dus laten we ook maar even kijken. Mexico, Mexico. Dan CV. Die is wel 22. Ja, deze dus. Nee, oh, wat doe ik? Nou, kijk of ze hem voor 3 miljoen plus spelen willen hebben. Ik heb er zo een hoor. Bijvoorbeeld deze chap. Laat maar. Oei. Ja. Dat gaat dus niet worden. Die hadden we eigenlijk al gelijk moeten kopen. Dus met deze gaan we niet te laat zijn. Hopelijk doet hij dan wel zelfs een salaris. Belangrijk, daar gaan we helemaal mee akkoord. Nee man, we gaan voor 3 jaar. Nee, vaak nemen ze met 4,7. En voor deze kan je doen 6,7 plus 10k. Ik denk niet dat hij een belediging beschouwt. Maar gewoon een tegenbod doet. En dan wij dit. Nou, hij wil 2.500. We zijn er gewoon uit. Die is 71 gereden. Dat valt me wel tegen. Maar we hebben natuurlijk ook nog deze Quincy Hartman. Hij is 3,9 waard. 3,9. En kijk eens hoeveel wij hebben. 2,6. Ja. Maar wij gaan slim spelen. Wij gaan 2,4 bieden. Plus een van onze spelers. Nou, wie zou het zijn? Deze 21-jarige. Nou, dan kunnen we misschien wel 1,9 doen, want hè? Oei, ze willen geen vervanger. We kunnen maximaal 2,6 bieden, maar hij heeft ook salaris nodig.
Dus dan doen we een andere verdediger. Waarschijnlijk gaat deze gebankt worden. Kost me door. Kop. Zullen we vergeten te verwijderen. Oei, oei, oei. Nou krijgt Feyenoord heel veel geld. Cruciale rol kunnen we hem aanbieden. Dan gaat hij mee akkoord. Oké, kijk, dat is al goed. Dan kunnen we hem 5 jaar geven. Bieden hem 6 punt. 4k salaris en 10k tekenbonus. En dat is een redelijk aanbod. Besef, je verdient meer dan bij de landskampioen. Oh nee, je verdient meer dan NEC dan bij de landskampioen. Dat snap ik ook wel, want Feyenoord is gewoon echt gierig. Echt gierig. Echt gierig. Misschien zijn er nog wel CV's die mensen uit willen lenen. Maar ik vind het voor nu op zich nog wel een best prima team. Zo Hartman hier neerzetten. Dan hoeven we niet te klagen. Want kijk, dan is ons team al heel goed. Dus dan kunnen we ook gelijk doorgaan naar de eerste wedstrijd. En die is daar tegen. Laten we die maar ook gelijk simuleren. Maar voordat we dat doen, er is een scout verslagen. Die is oei. Die is wel heel goed. 19 jaar. Oké, die staat op het verlanglijstje. Maar we kunnen natuurlijk niks doen. Oké, dus we simuleren de eerste. Nee, we spellen de hoogtepunten. We spellen de hoogtepunten op Old Trafford, zag ik. Ja, dat is Old Trafford. Dus let's... Ik ben een beetje moe. Let's go. Het is NAC. Oké. We spelen met El Messaoudi. Ai. Oei, oei. Oh my god, ik ben zo slecht. Oh nee, hun hebben een aanval. Ik dacht wij, maar het is de 50ste minuut. Kans op een voorzet. Oh nee. Oh, hij dribbelt hem uit. Oh, solo loopactie. NEC Nijmegen. Oh, wat een balcontrole. Dan is het 1-0. Ja! En dan staan we 1-0 voor. En dat mogen we niet meer weggeven. Oké, kans op een voorzet voor ons. Ik zie daar iemand vrij staan, maar de keeper Benda pakt hem. Dat vind ik wel heel erg jammer. Dat vind ik niet zo leuk. Oké. Aanname. Is goed. Schöne geeft hem op El Masoudi. Die geeft hem op Tanane. Die geeft hem op Di Mata. Oh, dit is goed uitgespeeld. Oh mijn god. We missen. Maar we hebben 1-0 gewonnen voor de eerste wedstrijd. Dus dat betekent dat we een prima teampje hebben. Al weet ik niet hoe het tegen Ajax zo gaat. Ik vond dat Hartman... Weet ik veel. Het heeft gedaan. Soms gaan we een wedstrijdje hoogtepunten spelen. Soms gewoon 3 hoogtepunten. Soms simmen. Soms gewoon... Alleen maar de wedstrijd. Iemand aankopen. Laten we ook nog maar gelijk even de tweede doen. Dus let's go. Ik kan wel meer wedstrijden noemen. Dan moet ik heel veel knippen. En ik ben nog maar... Kijk, als ik misschien 500 subs had, dan zou ik dat nog doen. Maar... Voor nu is het nog eigenlijk niet zo. Oh, er gaat een nieuwe aanwinst. Die is snel. Die is snel, maar niet snel genoeg. Dit is volgens mij een team uit Portugal. Tegen moeten. Oh, wat goede bal voor een nieuwe aanwinst op Di Mata.
Die schiet op de lat. En dan hebben we wel zit kwijt. We hebben nog geen tegenaanval gehad, dus dat betekent een team doet het goed. Het is een goede bal op die maat daar tussendoor. En dan is het 1-0. We staan 1-0 voor. Oei, 1-1. Maar ik speel toch de hoogtepunten. Dus als het 1-1 zou worden, ik... Ligt ruimte op links. Geef hem maar op Tanane. Die geeft hem wel. Oh! Ik had de bal toch nog. Oh, een hele... Oeh, schöne. Hey. Schieten! Weghorst! Een weghorstje! Het is 1-2. Ik zag het zo te mikken. Ik zag hem daar vrij staan. En ik dacht van, hé, hey, jij staat vrij. We gaan net zoals het Nederlands elftal doen. En daardoor winnen we hem 1-2. Dan zijn we gewoon weer de betere ploeg. En dat ben ik met mijn lange haartjes. Thijs King. Tuurlijk, want wij zijn de king en ik ben manager van NEC. We spelen die eerste wedstrijden toch. Je weet hoe we dat doen. We gaan nog één wedstrijdje tegen Stoke City doen en dan is het afgelopen al. Maar hoeveel staan we? We staan eerste. Deze winnen. En dan hebben we sowieso gewonnen. Want als we winnen, dan kunnen we niet meer ingehaald worden. Als we gelijk spelen, dan worden we sowieso ingehaald. Want dan weer... Als die andere wint. Want we hebben gelijk doelsaldo. Dus we moeten deze winnen. Hoogtepunten spelen. Let's go. Drukte ik net trouwens op alleen aanvallen? Weet ik niet. Ik speel player carrière soms. Dit de player carrière is echt bullshit man. Dus ik word de tegenstander echt 5 miljoen keer. Oh, een aanval voor Stoke City. En die koppen me goed weg. Maar nog niet goed genoeg. Wel ver weg. Daar is onze rechtsachter te laat. En dan nu zakelijk wegverdienen. Oké, okay, wij hebben een vrije trap. Schöne neemt hem. Tuurlijk, ik zie daar wel iemand helemaal vrij staan. Ik kan hem er ook keihard in knallen. Tanane! Oh! Oh, dit zijn wij. Er waren dus geen aanvallen voor ons of de tegenstander meer. Daar zie ik iemand helemaal vrij staan. En dat levert bijna een goal op. Oei, 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 oei. Het staat nog 1-0. Nee, het staat nog 0-0 bedoel ik. Dit valt tegen. Noah Lang op je visje laag. Noah Lang op je visje laag. Oh nee. Oh nee. Sillissen, doe het. Sillissen pakt. Oh, onvrije trap? Wat? Kijk, kom op. Hup, weg. Zet snel druk. Oh, lekker. Dat is het Hartman. Was dat volgens mij. Maar een counter. Maar dit is niet dat hij kon. Dit is niet dat hij vrije trap. Zie ik aan de tijd. Oh, het is wel lastig. Die maten scoren! Ja! Dan staan we nu op kampioenpositie van het oefentoernooitje. En we winnen! Krijgen we nu zo'n hele cup celebration? Krijgen we nu een prijs? Krijgen we nu een prijs?
gaande. Cat? Nee, we lopen gewoon weg. Huh? We... Die hebben 2-0 gewonnen, maar dat maakt niet uit. Er stonden 2 punten voor. Nee, we staan boven PSV. Wat een losers. Nee, zo. We hebben gewonnen, dus we kregen gewoon dan te veel money. We kregen centen. Een doekoes. Keiharde doekoes. Transferbord van Sillensen. Oh, Roma. Wat de... Nee. We kunnen 10 miljoen voor Sillensen. We gaan onderhandelen. We willen die 10 miljoen eruit krijgen. Dan zijn we gelijk... Dan gaan we die gratis keeper krijgen. Dan spelen verwijderen. Een 10 miljoen. Oh! Dat is heel groot. Voor ons. We hebben inderdaad 2 miljoen gekregen voor die cup. Dat is ook wel lekker. We zien er eens... Oh, wat de... Huh? Nog maar lang op je fietsje laag. Nog maar lang op je fietsje laag. 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 Oké, we gaan even naar keepers kijken. Keeper. Zo Mexicaans. Mexico. Die is er nog, oké. Okay. Dat is een dub. Dat is een W. Boom, boom, boom. Zoals Toussaint het altijd doet. Jullie zien me dan wel niet. Tuurlijk krijg je cruciale lol. Want Sillensen gaat weg. Nee, we willen hier wel voor 4 jaar hebben. Geen afkoopclausule. Nee. Waarom? 8,7. Plus 10.000 tekenbonus. 10.000? Wow, yo. Top salarissen. 10k per week, dat is echt heel veel. Bro, ik ben al blij als ik later gewoon 2k per week ga verdienen. Maar met mijn... Deze kruif. Gewoon even 10k. Wie is dit dan? Oké, 5 jaar. Ja, dat wil ik ook. Negeren. Dan moeten we hem zelf invullen. 7,4. Zal hij waarschijnlijk niet afslaan. Hey, we hebben hem. Dat is weer een boom boom W. Let's go. Welke algemeen is hij? Ja, we hebben een A. I know. Hij is 2. What? 71 is hij. What? What do you say? Wij beginnen al een ziek baas te krijgen. Maar ja, die mazen mag gewoon weggaan, want deze is van onszelf en jij bent maar uitgeleend. Sillensen, wat zou ik je gekend hebben uit je? 10 miljoen kunnen we echt heel goed gebruiken. Maar dit was de video, ik hoop dat je hem leuk vond. Druk dan een duimpje omhoog. Duurde wel 20 minuten door die onderhandelingen. Maar ja, volgende video gaat het korter duren, rond de 15 minuten. Of laat weten als je het zo leuk vindt dat die zo lang duurt. Maar dan zeg ik nog maar één ding en dat is ciao.